Een belangrijke kwetsbaarheid in een organisatie zijn wachtwoorden. In mijn organisatie merkte ik op dat sommige werknemers gemakkelijke wachtwoorden gebruiken. Zoals password 123 of Alain 1978. Sommige waren zelfs nooit veranderd. Aan onze receptie hingen zelfs post-its aan de schermen met wachtwoorden. Je kon ze zo aflezen of fotograferen. Na wat rondvragen bleek dat velen hetzelfde wachtwoord gebruikten voor de toegang tot een laptop, e-mailaccounts en hun social media. Als een cybercrimineel één wachtwoord ontdekt, lopen al je beveiligde online zaken groot gevaar. We hebben iedereen verplicht zijn wachtwoord te veranderen naar een sterkere combinatie. De gekende 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer, 1 leesteken blijft dus sterk. Behalve als het voorspelbaar is, zoals Alain 1978. Een sleutelrobot die automatisch verschillende combinaties op je account uitprobeert, heeft zoiets snel gevonden. Een onwaarschijnlijke combinatie van woorden is gemakkelijk te onthouden en sterker omdat het lang is. Zoals oma schiet elke dag met 2 bazooka's. Minstens 12 karakters is aangeraden. Voor de gemakkelijkheid kan je dit afkorten. Als je je wachtwoord moet veranderen, gebruik dus geen teller op je originele wachtwoord. Zo wordt het te voorspelbaar. Jan en ik gebruiken nu een paswoordmanager, gezien we veel accounts te beheren hebben. Dit is een beveiligde digitale kluis waar we alle wachtwoorden van de organisatie insteken. Hier hebben we een stevig wachtwoord opgezet. Alle wachtwoorden op één plek lijkt eng. Hier is de kluisencryptie veiliger dan hoe we vroeger te werk gingen. Dankzij deze digitale kluis moeten Jan en ik nu niet elk wachtwoord van buiten kennen of simpeler maken. Dus wat onthoud je over wachtwoorden? Hergebruik geen wachtwoorden. Maak een sterke combinatie van minstens 12 karakters. Maak je wachtwoorden niet voorspelbaar. Gebruik geen teller bij het veranderen van je wachtwoord. En een paswoordmanager kan heel handig zijn.